Yo kijkers van Shadowgames 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Tim, oftewel Super Funky Boy. Ja. En wat doen wij nu vandaag? We gaan Ender Dragon verslagen. Ja jongens, naar wat was het, 15 afleveringen of volgens mij zelfs nog minder, gaan wij de Ender Dragon verslaan. Voor mij is dit mijn eerste en die van jou? Volgens mij ook. Echt legit survival, hè? Ja, mijn eerste ook. Oké, okay, nice. Dus even kijken. We hebben potions. Ik heb enorm veel arrows. Tim heeft infinity. Heb jij pijlen bij je? Ik heb er 6. Heb je wel een pumpkin bij je eigenlijk? Nee. Oké, okay, nou, ik heb wel een pumpkin bij me voor het geval. Gaan we die ook echt opdoen? Maar, nou, want... als het mij te hachelijk wordt, dan zal ik dat misschien gaan doen. Ik heb nog wat loot bij mij, maar niet dat ik er echt veel aan heb, want ik heb geen... We moeten de lava weer openmaken trouwens. Nee, dat hoeft niet. Dat is een soort van abracadabra-meuk. Ik heb nog enderpearl... De lava is weg! Ronald. Je hoeft geen lava te hebben voor het endportal, Tim. Zie je hoofd. Zie je? Bam! Achievement gets the end. Holy kut, geweldig gespawn. Shit, we zijn verkeerd gespawnd. Hier moeten we wegkomen. Tim. Shelter. Wacht, in die shelter zet ik even een warp. Doe gewoon rustig, doe het rustig. Het is maar een ender dragon. Please be calm, dude. Wel ons eerste. Ja, maar dan nog. Ding is een pushy. Oh, nu gaan we beginnen, dus zo te zien. Nou, we zijn boven land in ieder geval. Oké, okay. Nou, graaf. Maak een shelter hier. Yes, ik heb trouwens ook nog wat ender pearls bij me. Weet je wat we moeten meenemen? Nou? Een piste, dan kunnen we straks de dragon egg pakken. Je hebt toch silk touch? Ja, hij gaat weg teleporteren. Dus we hebben een piston nodig. Hoezo dan? Die haal ik straks wel. Ja, oké. Okay. Eerst dat ding maar eens verslaan, lijkt mij. Even zien zo. Nou. Maak maar gewoon de shelter hier. Is dat goed? Is dat goed of niet? Ja. Nou, dan moeten we naar boven graven dus. Ga ik wel doen. Even zien. Maar ik heb dus allemaal wel loot bij me om het ding goed te verslaan. Zo heel veel pijlen. Tim, je hebt alle pijlen bij je, hè? Je hebt infinity, dus je hebt er maar één, hè? Ja. Oké, nice. Echt, dit gaat zo epic worden. Deze video kan maar beter iets van 40 duimpjes halen ofzo. Dit is mijn allereerste Ender Dragon. Dit moet gewoon. Dit is serieus mijn allereerste Ender Dragon die ik versla. Ik maak geen grapje. Even kijken. Oh, we zijn boven. Oh, GG, niet naar de Endermans kijken. Waar is dat ding? Ik zie hier geen Ender Dragon, hoor. Zeg me niet dat het geglitcht is. Nee. Oh, kijk, hij is niet geglitcht. Die dingen moeten we uitschakelen met boos. Ja, dat weet ik. Zo heb ik mij er wel over ingelegd. Ja, even kijken. Ik heb er al één uitgeschakeld. Oh, jezus. Wat doet mij zoveel damage? Ja, ik kan niet snipen. Ik ben schil. Oké, dat is één. En dat is twee. Niet eroverheen. Oké. Fuck, dat is een pijl. De overheen, serieus. Wat? Zoekloos, ga dood jij. Goed zo. Ik snipe behoorlijk trouwens. Ik ga naar die kleine torens hier. Oh, daar ben jij ook al. Across the map. Oh. Ik had hem eerder geraakt. Oké. Die ook kapot. Ja, ik ben hier aan het snipen. Waarom valt die Ender Dragon ons niet aan eigenlijk? Hij valt ze gewoon nog niet aan. Ik ga trouwens even naar boven bouwen. Die is toch kapot? Ja, dat weet ik, maar... Dan kan je vanaf daar snipen. Ja, ik kom ook al naar boven. Ga dat. What the fuck, waarom... Oh ja, die dingen hoef je niet... Oh ja, die zijn dan kapot, hè. Je moet die... Crystals! Kijk, dit is echt annoying, dit. Zal ik gewoon er naartoe bouwen? Ik zou het niet doen. Ga jij maar regelen? Ja, dan ga ik wel bouwen, oké? Want dit is eigenlijk ook een hele goede positie om die enderringen iemand te verslaan. Kunnen we zo'n fort maken, zeg maar. En, Ja, die is ook kapot. Kijk, hier kun je ze allemaal vanaf raken. Wauw, 2 in één keer. Wauw. Nog nice. Één. Bijna. Die was echt heel close. Ik ben gewend om shift te houden wanneer ik snipe. Oh! Gewoon met Optifine doen. Oh.
Oh, die heb ik niet geraakt, helaas, pindakaas. Even kijken, waar moeten we nu heen? Die achterste mog. Ja, oké. Nou, ik ga hier naar beneden. Ja, ga maar naar beneden. Oké, kijk, staan we pro skills hier. Even kijken, goed. Even mijn mic wat anders doen, hoor, zo. We hebben nog geen last gehad van die Endermans. Ik niet. Gewoon niet aankijken. Hier hebben we nog wat crystals, Tim, hier bij mij. Zie je, het hoeft ze niet allemaal uit te schakelen, maar... Jawel. Het is wel handig. Het is gewoon handig als je ze allemaal uitschakelt, want anders krijg je gewoon problemen. Hier, zoals dan gaat hij weer helen, dan word je verveeld. Dat ding dat kost echt enorm veel... Kijk uit, hij viel je aan. Hoeveel damage deed dat? Paardjes. Snap die bitch. Zo dat cool zijn met de flame en wat dit ook helemaal gaat branden. Hey, wat doet de... Oh mijn god, het doet veel damage. Snipe hem. Snipe hem, Tim, we can do this. We poden dat ding. Easy peasy. Dit is echt easy peasy. De weather is nog harder, echt serieus. Dat ding mag wel eens wat agressiever worden. Moet je zien, man, we carnage je dat ding. Waarschijnlijk gaat hij straks weer naar een kristal toe. Ja, hij vlucht naar een kristal toe. Nou ja, whatever. Ik heb nog heel veel pijlen, nog minimaal 2 stacks, dus... Ah, dat kutting dat gaat helen. Laten we maar eerst die dingen weer uitschakelen. Ja, dat bedoel ik dus. Ik heb nog wel wat cobblestone over, dus... Ja, die is kapot. Bouw niet omhoog. Oh, why not? Kun je dat ding makkelijk eens hebben? Hier, bam. Je kunt hem echt makkelijker snijpen vanaf bovenaf, dat is nice. Kijk, waar zijn er nog kristals? Volgens mij hebben alle kristals nog kapot. Oh nee, hier nog nee. Boven. Kapot. Juist die stukje bovenop? Nee. Nou ja, dan bouw ik er wel even heen. Maar die bouw ik al, die sloop ik al straks. Zo. Die is kapot. Ah! Oké, nu zijn alle kristals kapot. Ik heb een beetje low health nou. Doe een instant heal. Nee, waarom? Handig. Is het easy, dit. Je moet dood. Je moet gefrituurde kip worden. Even kijken. Ik ga wachten tot hij op me afkomt en dan hit ik hem met mijn zwaard. Doe dat maar. Ik doe gewoon met mijn boog met power 3. En flame. Ga weer Tim vandaan, jij bitch. Dat maakt niet uit, ik kom wel aan. Dit schiet niet op, dit. Echt. Oh. Kom met me schelen, plofkip. Zullen we hem naar ons toe laten komen? Als je niet schiet, dan komt hij naar je toe. Gewoon stil blijven staan. Kijk, daar komt hij. Schiet! Dat doet zoveel damage. Oké, zelfde strategie, zelfde strategie, zelfde strategie. Halalala! Straks nog een keer dezelfde strategie. Komt hij weer. Oh, I got some hits off. Me too. Komt hij weer. Nee. Oh, je hebt hem. Dat is zoveel damage, Tim. Dat is zoveel damage. Komt hij weer terug? Zie hoeveel damage er doet. Oh, ja. Yeah. Dat zijn hits, Tim. Dat zijn de hits die we moeten hebben. Yes, nog een keer geraakt. Echt, mijn boog doet zoveel damage. Volgens mij heb ik een Enderman getarget. Ik heb hem gewoon bijna... Oh my god, mijn boog. Dit ding is te open. Hij heeft Flame 1 en zo. Oké, wacht maar tot hij komt. Hij komt. Boog gereed. Snipe! Oh. healing. We hebben hem bijna op half health, Tim. Snipe hem. Hij is half. Ik heb hem nog geraakt. Ik raak hem ook. Oh, stoot jij. Plofkep. Stoned is die. Je weet wat stoned betekent? Tuurlijk wel. Een beetje zuinig aan hem met mijn arrows. Ik heb nog maar 55. Maar dat ding is ook bijna dood, dus dat gaat. Waarschijnlijk doen we noobs gaan hier gewoon dood in. Zelfs met full diamond. Wij ponen dit ding gewoon. Oh, ponem. Ponem.
Laat hem gewoon weer naar ons toe komen. Ja, daar komt hij. That's me, bro. Bam! Ja, straks moeten we niet direct... We moeten dat XP hebben. Dat is het belangrijkste. Ik krijg zoveel XP voor. Ja. Ja, geraakt. Ik raak hem ook nog. Ja, bijna dood. Bam! Ik heb de final kill! Nee joh, wij alle twee. Zag je dat niet? Ja, oh ja, dat kan. Halleluja. Wauw, dit stelde echt niks voor, maar goed. Dat was wel spannend, dat was wel cool. XP! XP voor deze! Holy shit, dit krijgt zoveel XP ervan. Ja, ik heb 60. Ik heb ook 60. Oké, hit dat ding even één keer. Met een boog, oké. Neem het niet met een boog. Wauw, dit is echt genius. Okay, niet meer aanraken dat ding. Slash home. Oh, slash voor. Slash warp. Warp. Kijk, niet slaan, hè? Nee. Home. Ha? Slash home, hoe moeten we home doen? Nee, jij niet. Nee. Wow, oké dan. Ik heb gewoon ook geen last gehad van die enemies. Hebben ze het uitgezet of zo? Hey, enemies. Torch. Look at me. Oh ja, ze zijn nog steeds angry. Ja. Zo. Wow, dat heb ik zo bijna klaar. Wauw, we hebben ook lekker veel endstone. Maar jongens, wow. laat me wel even één ding zeggen. De serie is na deze aflevering ten einde, dus ja. Waarom hebben we een piste nodig? Kijk maar. Bam, we hebben een dragon egg. Lees dat ding in. Ja, dat is het probleem. Oké, kunnen we naar huis? Ja. Slash home. Nee. Ik ga de entry toe kijken. Ik ook. Dan krijg je nog de ding. Achievement get the end. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Jammer dat je geen sound bij hebt. Ja, wat moet je nu doen? Escape of zo? Ja. Jee, okay. Mannen. Nou, oké. Ik maak wel even item frame voor dat ding. Ja. Ik voel me nu helemaal mannelijk en zo. Even zien. We zijn ontgroend in Minecraft. Ja, we zijn ontgroend in Minecraft. Terwijl ik het beter speel dan sommige mensen die het al sinds alpha spelen, maar goed. Waar is dat dan leer? Is dat op? Nee. Clara, hier is nog. Bessie, jullie gaan dood. Ik heb nog een stack. Oh. Sorry. Boven het bed, zo hier met dat ding. Kom op, hup, hang hem op. Jee! Yeah! Oh, dit is 3D. Oh, of divine. Ik ga een screenshot maken. Nee, ik niet. Ja, oké, niet Tim. Ik plaats hem. Nee, oké. Klunk. Tim, we moeten even een screenshot bij maken zo. En ons eerste dragon egg in Minecraft. Ja, kom, we gaan er zo naast staan zo. Wacht, even F5. Klaar voor? Yep. Klik. Yeah. Oké, goed. Dit is nou vereeuwigd. Even kijken, wat moeten we nu nog meer doen dan eigenlijk? Tim, ik heb een heel goed idee. Oké. Opblazen alles? Nou, ik wacht even. Wacht, maak eerst even een save van deze wereld. Ik wil deze wereld zelf ook natuurlijk bewaren. Brands! Branden! Niet afslachtig, gewoon branden. Branden. En ik ben geen één keer doodgegaan in deze serie, hè? Ik ook niet. Ja, jij wel. Nee hoor. Jawel. Express, zelfmoord. 1 keer. Nee, maar jij bent volgens mij toen doodgegaan met... Was je niet een keer doodgegaan? Aan het begin, toen we elkaar hadden gekilled. Nee, je was een keer doodgegaan door die cave spiders bijna een keer of zo, of niet? Nee, ik ben toen niet doodgegaan. Kipjes! Meneer de Vaco zal je niet blij mee wezen, zo. En we hebben bijna niks meer gedaan met die farm. Tim, kijk eens naar het huis. Oké. Kijk naar het huis. Maak eerst even een backup. Nee, maak een backup! Boom! Wat een backup. Is hij nog niet gesaved? Ik wil hier wel een backup van. Ik niet. Boom! Het moet kapot! Kaboom! Waarom gaat die chest niet kapot? Wauw. Dit was erg, ja. Jee, meneer! Oh god, wegwezen. Boom! Oh my god. Twee, waar ben je zo stil, dude? Mooi moment.
Mooi moment, ja, yes, yes. Good, beautiful. / GME. Yes, nice, dit is echt nice, Tim. Wij zijn de beste Minecrafters ever. Wow. Zullen we de XP-farm heel laten? Want dat ding is kapot, zo mooi. Kapot! Kapot! Oh, allemaal voor niks gemaakt. Oké, kapot dan. Kapot. Dan gaan alle zombies ook dood. Komen die nog naar boven? Nee, maak het ding nog niet dood. Dan zie je nog al die zombies omhoog komen. Kapot! Oké, we gaan nog alle zombies omhoog laten zien komen. We zien alle zombies nog omhoog komen straks. Ja, laat ze spawnen. Ik ga ze laten spawnen. Je ziet ze straks nog omhoog komen. Laat ze spawnen. Laat ze spawnen. Niet TNT doen, hè. Zeg maar wanneer ze omhoog zijn gekomen. Tja. Nog niet, in ieder geval. Nee! Ik ben hier al uit. Kijk, die soms komen nog wel omhoog. Waarom is er maar één geëxplodeerd? Is dit voor bullshit? Wat is dit voor bullshit? Meek! Wat? Door het water natuurlijk van jouw hoofd. Onze droproom is nog niet kapot. Serieus, nou. Onze droproom is nog niet kapot. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze... bedankt voor het kijken naar deze leuke kleine miniserie. Ik moet het nog even doen. Dat heeft geen zin. Ronald, weet je wat zin heeft? Ja, reload en een nuke spammen. Ja, dat heeft inderdaad heel veel zin. Nou. Wat gaan we doen? Waar is de plan? Klink. Waar is de plan door? Dat gaan we allemaal doen. Oh my god! Oké, doe maar dat. Voor deze ene keer. Mag het. Oh god. Oh, hier komt de lek! Oh, 6 FPS. Fuck. Minecraft reageert niet. Mij nog wel. Lol. Kijk, dat is nou het klein beetje extra vullen van een klein beetje extra ramgeuren. Oké, wel. It's still going. It's still going. Wat? Ik sta helemaal stil. Volgens mij gaat hij de schade niet eens straks laden. Oh my. Nog niet eens alles is geëxplodeerd. Hier is 11 september niks bij. Yay, world saved. Serieus? We hebben geen backup meer. Dat wist ik al de hele tijd. Yes. Oké, goed. Ik wil mijn face nu niet zien. Hoeveel FPS zit ik? Ik ruik gewoon 30 op 30. Die wilde niet weten. 1 FPS. 1 FPS nu nog. Nee. Is het al voorbij dan? Ja, lang. Voor mij nog niet. Bij mij is alles gewoon over. Maar... Oké, zo, ik ben er even uitgegaan. Wauw. Oké, nu de schade bekijken. Maar die bol, ja, die veel groter moeten worden. Zo. Ja. Het is echt zo'n hele grote krater geworden. Dat is nog een klein kratertje vergeleken dat Jelle en ik een keer de hele server vol hebben gespampt. Daar hadden we zo'n hele goede krater, waar we het Grand Canyon soort van namaken. En squids gespawnd! En nou, toen hadden we zeg maar in de planning om zo'n Grand Canyon te maken. En nou, dat was één grote catastrofe. Natuurlijk, want de hele server ging er dood aan, maar goed. Daar was dit niks bij, echt helemaal niks. Dit was vergeleken met een klein poeltje, vergeleken met dat. Surferdek. Nou, doe. Maar goed, in ieder geval jongens, bedankt voor het... Wacht toch heel even, ik moet nog één speciale ding doen. Oh, wat moet je nou weer doen? Er wordt geen TNT meer gespawnd, hè? Nee, dan moet ik dit doen. Leef jij nog? Ja! Kijk eens. Beweeg eens dan. Oh, ik beweeg gewoon. Dude, ik heb spare TNT 100 gedaan. Wat? Niet die doen. Server gecrashed. Nee. Ja. Tim.
Zo leuk. Oh my god. Leuk einde. Nou, in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat een bul met groene duimpjes achter voor de allereerste edit ringen die ik heb. Die ik legit heb verslagen in Minecraft. Want ik heb wel een keer met sneeuwballen en zo. En dat hadden we moeten hebben. Sneeuwballen, verdomme. De Ender Dragon's weakness. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer nog even voor meer van dit soort awesome miniseries. Misschien gaan we binnenkort wel iets met The Wither doen of zo. Als jullie dat willen, laat het achter in de comments. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Volg mij op Twitter. @ShadowGames320. Echt, het is leuk. Ik post allemaal onzin. Post. Maar wil je nog wat zeggen, Tim? Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. We hebben echt super lol even gehad. En dit is allemaal één dag opgenomen. Opgenomen. Dat is het speciaalste. Opgenomen. Ik ben zo goed in Nederlands. Nee, maar dit is allemaal in één dag opgenomen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zien we jullie later. Dus ja. Later mensen.